Mijn naam is Mark Spee. Ik ben directeur en mede-eigenaar van Tink Wonen. En we maken prefab woningen. Ik zie het om me heen steeds meer gebeuren dat bedrijven, maar ook klanten, er meer van overtuigd zijn dat je beter prefab kan maken. Met name met de milieuregelgeving en de hogere eisen die de klant stelt aan woningen. Dus wij gebruiken het Lean-proces. Dat is een mooi woord voor gewoon heel efficiënt werken. En als je in een fabriek werkt, kun je gewoon heel efficiënt werken. Dat wil zeggen dat je je materialen gewoon dicht bij je product kunt leggen waar je het assembleert. Je kunt het nauwkeuriger afwerken. Je kunt de mensen op de bepaalde stations of werkplekken, kun je gewoon zorgen dat die heel goed geïnstrueerd worden voor die werkzaamheden die ze dagelijks doen. Het is gewoon heel efficiënt en gewoon logisch nadenken. Ik ben Jan denk ik een paar jaar geleden alweer tegengekomen, misschien wel 3 jaar geleden of zo, ik weet niet meer precies. En Jan kwam met een product aan wat heel milieuvriendelijk was en gewoon heel goede eigenschappen heeft. Hè. Damp open, magnesium, dus milieuvriendelijk, maar ook heel goede eigenschap aan brandwerendheid. En aangezien wij prefabben en ook een stuk met staal werken, is brandwerendheid altijd een issue. We hebben daar blijven volgen aan de zijlijn, er zijn allerlei attesten gekomen en Jan heeft dat steeds verder gebracht, zodat dat we het ook in Nederland, waar allerlei regels gesteld worden, mogen gaan toepassen. Ja, ik denk de volgende stap is opnemen in de GPR. De GPR staat voor gemeentelijke praktijkrichtlijnen. En de GPR bestaat eigenlijk uit 5 categorieën, waarvan onder bijvoorbeeld milieu, maar ook energie en flexibiliteit, levensloopbestendig, duurzaamheid. Al die aspecten zitten erin en die worden elke keer getoetst. Dus voor elke categorie van die 5 kun je punten halen. Met Tink willen wij voor iets staan. Dat is niet alleen weinig energieverbruik, geen CO2-uitstoot. Wij doen absoluut geen gasinstallaties meer. En we kiezen voor een zo goed mogelijk casco. En in de casco, we fabriceren een fabriek, willen we natuurlijk ook elke materiaal kiezen die heel milieuvriendelijk zijn.